Attentie, attentie. De vergadering die eigenlijk om 3:30 zou aanvangen, zal over 5 minuten beginnen. Wij verzoeken u vriendelijk uw plaats in te nemen. De tweede vergadering, zoals ik juist al net deels aankondigde, van onze Tunnis Bedworth-peer. Ja, maar zoals iedereen wel weet, ik ben dus uw voorzitter, voorzitter De Bruin. Door het huidige bestuur en met unanieme goedkeuring van de vergadering op 3 september gekozen. De rest van het bestuur bestaat uit lid van De Broek. Misschien wat minder bekend bij u, maar hij zit hier naast me. Hij zal uit de doeken doen waarom wij hier, waarom wij vonden dat deze extra ingelaste vergadering uitgeschreven en belegd moest worden. Lid van De Broek. Dankjewel, voorzitter. De prestaties van Bruins op het trainingskamp waren de directe aanleiding om deze vergadering te beleggen. Ook hierover later meer. Verder hebben onze commissieleden van Spremel, van de geestelijke commissie, Van Rij van de Financiële Commissie, Dr. Itma van de Commissie Paard en Welzijn, het Technisch Commissielid Sommers, spreektijd gevraagd met in hun ogen zwaarwegende bezwaren en aanvullingen op het functioneren van het altijd correcte, hardwerkende en uiterst betrouwbare huidige voltallige bestuur. Helder, helder, lid van De Broek. Wat ik bij de opening ben vergeten te zeggen is tijdens de vergadering het verzoek om niet te roken. En na de vergadering kunnen we gewoon buiten roken. Ja mensen, vlug verder, we houden er flink de vaart in. Want we hebben 19 agendapunten. Dus snel verder met agendapunt 3. Notulen van de vorige vergadering. Lid van De Broek. Dankjewel. Notulen van de eerste ledenvergadering van het Tunnisse Metworst per 3 september 2010. Aanvang 15 uur exact in het cafeetje. Het was druk, er werd veel gepraat, er waren hapjes en er werden films gedraaid. Op exact 17 uur sloot voorzitter De Bruin deze samen met zijn bestuurslid van de Broek strak geleide vergadering. Tot zover de notulen van 3 september. Mooi lid van De Broek, alle notities genoteerd. Dan wil ik je danken voor dit uitgebreide, complete en goed onder woorden gebrachte verslag. Ik denk dat er niks vergeten is. Er zal dan ook wel niemand op of aanmerkingen hebben. Dan verder met agenda punt 4. Inkomende post. Dan hebben we nog een brief van de anonieme gebroeders C te Sint T. Die het plan opende om Kielen te bedrukken. Ja, goed plan. Haal hem en Piet. Bejuichen. Bejuichen alle initiatieven toe, zolang we er maar geen werk aan hebben. Dan hier nog een brief uit China van de familie Yen. Deze familie is op het mediafilmpje te zien en ze melden ons dat de ondertiteling niet klopt. Er stond onder het betoog: 270 jaar hebben we op moeten wachten. Een Tunnis speert op de Metworst. Dat klopte niet. Hij zou gezegd hebben 275 jaar. Ik heb nog heel eventjes van de ledenadministratie wat afmeldingen gekregen. Afgemeld hebben Jeroen Willems, Jan van Tilburg,
Is die niet van de hapjes? Ja, ja, dat is alles. Jeroen Verhoeven, Pierre van den Berg, Frans en Maria Geerts, jammer, jammer, jammer. Ja, dat zeiden ze zelf, dat weet ik. Gerrit van Kempen. Een brief naar de gemeente waarin we een verzoek indienen voor een eigen accommodatie. We zijn tenslotte de bijna op een paar leden na de tweede grootste vereniging van Sint-Tunis. Hier in de Stevensbeek, vroeg. Iemand nog vragen over de ingekomen en uitgaande post? Ik denk het niet. Nee, dan nu een aardigheidje. Wat is Wouter Bolle, commissie transport? Ja, komt er binnen. Je zult begrijpen dat ik na die innoverende rit naar België sterk behoefte heb aan een navigatiesysteem in onze auto. Dan ben ik van die kaartlezer af. Nou, als je zo begint, dan vraag ik aan Hans Rauts. Om na die enerverende rit achteruit, bij ons op een oprit, om een achteruitrijcamera te trailer te bouwen, want die hecht die had al zoveel geleden. Wij van de vervoerscommissie, Hans en ik, hadden het er net over. En wat ons opgevallen was, is dat die rit naar België, dat vinden we allemaal prima. En het ging ook nog goed met het achteruitrijden. Wij vonden dat nog niet zo erg, hè? Wel? Maar wat ons ook opviel, is dat de combinatie veel voor plezierritjes werd gebruikt. En dat was nog niet helemaal de afspraak, misschien kunnen we daar even nieuwe afspraken over maken. Wat bedoelde je met plezierritjes? Nou, de auto wordt regelmatig overal gesignaleerd. Ook zonder dat er paardbedoelingen zijn. En sinds dat het paard in het Peert in België is, wordt de auto nog steeds overal gesignaleerd. Daar krijgen wij opmerkingen over en daar willen we wel ophelderen. Wij hebben weken rondgereden. Om een reclame te maken voor de vereniging. Er stond reclame op. Dus daar reed je gewoon rond. Je hebt zelf gevraagd of je er ook op mocht vandaag. Ja. Maar nou deze opmerking. Bolle peuteren we er dadelijk jouw naam af. Wil Roos ook nog even zeggen voor die camerasysteem of... Nou, die camerasysteem is geen probleem. Ik heb ook een scanningssysteem van Sint-1000 op beschikbaar gesteld. Alleen ik vind dat er heel verdomd weinig reclame van Sint-1000 op staat. Ik heb wel reclame van Wouter Bolle erop staan, maar Sint-1000 zie ik nergens aan staan. Ja, op de banden, er staat overal 250 op C250. Er zitten vier banden op C1000. Dat is gewoon... Oké, ik ben vrij met dit antwoord. Je hoeft er ook maar niet dubbel op te staan, Hans. Goed, we zijn aangekomen bij agenda punt 9. Ja mensen, ik wil als voorzitter deze commissie een bijzonder compliment maken. Absoluut. De paardencommissie. Het is de enigste commissie, en we hebben er een aantal, de enige commissie binnen onze vereniging die ons geen enkele boze mail heeft gestuurd. Met op- of aanmerkingen. En dat scheelt natuurlijk wel. Zowel Piet als Pij hebben allebei geen computer. Dus een mail sturen valt er nog niet mee. Ik weet niet, of Piet, hebben jullie nog een op- of aanmerking? Denk het niet. Nee, hè? Nee. Die opmerking die hebben zelf wel gemaakt dat Pieter tegen de computer hebben. Ja, daar hebben wij zo ingeschaald. Mooi. Ik denk dat we bij de andere commissieleden op de computer nog weg gaan halen, jongen. Goed, we gaan verder met agenda punt 10. We houden de vaart erin. Een heel wat lastige commissie, de geestelijke commissie. Frans of pastoor of meneer, ik weet ook niet hoe dat binnen de katholieke gemeenschap nou allemaal precies loopt, maar... Ja, wil je nog iets toevoegen aan de vergadering of wil je zelf de brief voorlezen die je hebt ingestuurd? Ja. Wil je er gebruik van maken van deze spreektijd? Ja, graag. Hou het kort. Ik ga maar even daar staan, meneer Pastoor. Geachte leden van het bestuur. En nou komt het. Er zijn ernstige perikelen en die hebben zich aan mij persoonlijk geopenbaard. Zowel door schriftelijke reacties, meldingen van wanbeleid door uw bestuur.
Overigens had ik dat wel voorzien op grond alleen al van jullie cv's. Bovendien kan ik middels een foto, en die krijgen jullie direct te zien, aantonen dat 1 uur geld, en de president van de commissie Financiën heeft daar al op gewezen, heel indirect, hij durft zich niet helemaal uit te spreken, dat heb ik wel, 1 uur geld van onze leden heeft gespendeerd aan een wintersportvakantie. Laat ik even de foto zien die ik ontvangen heb. Dan ziet u Johan en Jolanda. En ik heb gezien bij hun thuis, nadat de financiën vorige keer een beetje gesjoemeld en geregeld waren, dat er al stapels klaar liggen tot en met 2020. Maar zo wordt onze kas van ons leden gelicht. En dit is pas het begin. Maar er is sinds kort ook een foto in mijn bezit gekomen van het andere bestuurslid. Tars dus. In ook zeer dubieuze omstandigheden. Echter deze foto heb ik ook bij me, maar laat ik niet zien. Zal ik niet tonen op de vergadering om onze zeer gewaardeerde en serieuze leden niet te chockeren. Want het is door mijn scherpe blik en sterk analytisch vermogen dat ik op deze naaktfoto wel duidelijk lichaamsdelen herken die behoren bij het korps van dat andere bestuurslid. Nadat ondergetekende het bedrag van 50 euro had voldaan, werd door 1 uur bestuur de mededeling gedaan dat de contributie voor 65-plussers lager zou zijn dan die 50 euro. En ik ben toevallig 66 geweest. Ik heb nog niets teruggezien. Dank u wel. Wat die foto in de bergen betreft, ik offer. Ik offer 8 snipperdagen op. Om te kijken of een hoogtestage voor Bruins een aanvulling kan zijn op zijn prestaties. Hoogtevrees hebbende, hè? Vraag ik Jolanda om mee te gaan, om het te begeleiden op die kwelling. En het is echt geen pretje, meneer Pastoor, om 8 dagen in de sneeuw te staan, met de zon op je hoofd, ja? Op de skiën. Ja. Nee, dit heb ik gedaan in belang van de vereniging. Zo is het. En die naaktfoto, meneer Pastoor, dat valt allemaal wel mee. Trouwens, naaktfoto's van wie dan ook van het bestuur, die zijn niet schokkend, en zijn eerder verzamelobjecten. En zeg nou zelf, hè, want wij hebben ook eens rondgekeken. Wij moesten vroeger biechten bij een bepaald persoon. En die zag er zo uit, dat is toch ook niet geloofwaardig. En wat die contributie betreft, geld teruggeven, daar beginnen we niet aan. En hoe ging dat vroeger in de kerk, meneer Pastoor? Met de collecte moesten we 10 cent plaatsengeld geven in het mandje. Hoe vaak had ik geen dubbeltje bij? En gaf ik een kwartje. Nooit niks teruggekregen, meneer Pastoor. En als ik... Ja. Maar ik heb ook ooit gemerkt, Lars, toen ik nog actief hier in de parochie mocht zijn, dat bij bepaalde diensten jij wel heel demonstratief
toen nog een oud tientje op uw knie glad streek, in de collectemand gooiden en voor 50 gulden wisselgeld terugpakten. Nee, nooit, meneer Pastoor. Ik ben het voor mij eens, ik heb daar gedaan met dat tientje. Maar voordat ik het geld eruit kon vatten, was de schaal al 3 rijen verder. Dan wordt die motie nou ingetrokken of niet, meneer Pastoor? Het lijkt wel politiek. En dinsdagmiddag wil ik kijken wat ze doen met de staatssecretaris met een dubbele paspoort. Want dat zit me ook hoog, de Johan de Bruin. Een Boksmeers paspoort, dat is een burgerpaspoort. En! Ik ga het even gaan! Ja, nou maakt het even spannend. Wim, kun je even kijken of die bewaking nog buiten staat? Goed. Misschien nog één opmerking. Van één lid had ik al binnen 2 dagen een virus binnen. Op in de computer. Ja, mensen, we zeggen natuurlijk niet van wie dat virus afkomstig is. Maar we willen Wouter van Els wel vragen eens met computer na te kijken. Ik hoor je niet op de computer. Ik heb een. Ja, Wouter, een virus wordt vaak meegestuurd met filmpjes en zo. Hoeft niet meer. Ja, dat kon hem niet openen. Goed, agenda punt 14, lid voor de broek. Ja, als laatste agenda punt voor de korte pauze aandacht voor de technische commissie. Ze hebben de vorige vergadering de opdracht meegekregen te kijken naar een variant op de klapschaats, de klaphoef. Mag ik commissielid Sommers uitnodigen te komen vertellen hoe ver men is met de ontwikkeling hiervan? Tony, de micro. Beste leden, bestuur. Mag ik heel even? Christan, kan die kabouter van het scherm? Maar wel. Namens de technische commissie heb ik waarschijnlijk goed nieuws. Dames en heren, nu vraag ik even een hoogste aandacht, want wij gaan nu u de nieuwe klaphoef als showmodel demonstreren. Een moment. En dit blijft binnen kamers, straks. Dames en heren, de klaphoef. Ik zal een korte demonstratie geven. Dit is de hoef. De onderste gedeelte is de klaphoef. Men zet de hoef vast op de voet van het paard, de hoef. En dit gedeelte zal als het ware op en neer kunnen bewegen op het veld. Met als positief resultaat dat als de snelheid toeneemt, dat de klaphoef steeds breder wordt, waardoor we meer contact met het varkensveld zullen we hebben en waardoor de energie in voorwaartse snelheid kan vergroot worden. Ja. Ja, dat is een geweldige ontwikkeling, dames en heren. Dank u wel. Ja, dankjewel voorzitter. Ik ben zeer vereerd om namens ons dierenartspraktijk dit te mogen doen in de commissie Welzijn Paard. Johan zei al, schuw geen middelen om hem tot hogere sferen te brengen, onze Bruins, want hij zal het nodig hebben. Nou goed, u zult zeggen, mooi gelul, maar is het allemaal waar? Nou ja, dat is waar, want sterker nog, we hebben hem 2 weken hebben wij hem blootgesteld aan klassiek muziek. En de volgende slag geeft aan wat er af van Bruins komt. En ook hier wil ik geen metmos mee, dat is iets verzekerds. Vervolgens hebben wij 2 weken blootgesteld aan de Sint-Tunnense volksmuziek. En ziet er de volgende slag. Dus, dat is toch weer een ander verhaaltje. Jongens, we gaan die tekst op de wil en doe alle vooral mee. Met z'n allen, met z'n allen gaan we naar het Vortensveld. Met z'n allen, fietsen tundes van het rondveld over het Zandseveld. Met z'n allen, hebben we een
met Kosbert. Dan hoe je het zich met Kosbert. Zijn dunne skiet, daar is de moeite waard. Maar goed, Bruins, we hadden er alle hoop op gevestigd, maar we hebben vorige keer al afgesproken. We gaan voor de winst. Heeft hij geen kans, we laten de trainer naar kijken. Peter zou er naar kijken. Drievoudig met was winnaar. Dus we hebben ook nog een keer heel veel ervaring binnen de vereniging. En ja, Dick, vertel maar, wat was het probleem met Bruins nu? Want hij komt er wel aan, maar wat was het probleem? We hebben Bruins meerdere keren getraind, ook op het zand als op het gras. Het bleek dat ze op het gras veel beter uit de voeten komt. Dat betekent, het is een graspaard en... Wimbledon! Nou, ik vind vooral dat het een voortum een specialisme is. En het is vooral de kunst om daarin het juiste paard te zoeken. Van tevoren hadden we hoge verwachtingen van Bruins. Alleen we hebben ook wel specifiek gekeken van goh, kan Bruins de zware zand, dus het specialisme aan. En ik ben gewoon voor het hoogste. Als je nou ziet hoeveel mensen hier zien, dan willen we ook wel goed voor de dag komen. Ik heb alle vertrouwen in Chris. En Chris komt voor één ding hier en dat is voor de eer van Boeksmeer. Qua winnen. Ik vind het heel spijtig dat hij vandaag niet bij is, maar het punt is gewoon dat wij kost met kost gewoon zo goed mogelijk voor de dag willen komen. Onze adviseur en coach zullen we met Chris Lanslot, ons nieuwe paard, hoe heet die trouwens, Johan? Bruins 2. En is het een goede paard? Bruins 2, ik heb hem gezien. Het is een vliegmachine. Ik heb een afgelopen week nog gereden. Goed vergadering. We willen dit besluit op democratisch nemen en aan jullie vragen of jullie akkoord kunnen gaan met de paardenwissel. Handen omhoog voor akkoord en het juiste briefje. 122 voor, 3 tegen en 4 blanco. Ook dit voorstel is aangenomen. Dankjewel, vergadering. Dankjewel, commissie. Agenda punt 18, wat verder ter tafel komt. Lid van de Broek. Als eerste willen we de vergadering voorleggen om een bedrag over te maken aan de Metworstvereniging. Het mag duidelijk zijn. Van zo'n stemmen. Ik kan hem niet anders doen. Het mag duidelijk zijn dat de organisatie van de Metworst veel kosten met zich meebrengt. Hekwerk, zand op de weg, veiligheidsmaatregelen voor paard en mens, kost allemaal nogal wat. In Boeksmeer gaan ze huis aan huis om geld in te zamelen. Omdat wij toch ook gebruik maken van hun accommodatie, voor ons plezier, willen we voorstellen om 1,50 euro per lid aan de Boeksmeerse Metworst te schenken. Hiermee geven we tegelijkertijd een gebaar af dat we de vereniging een warm hart toedragen en respectvol zullen behandelen. Ja, spontaan wordt er groen. Ik laat maar even zien en maar kijken wel of we de telcommissie nodig hebben. Het is een 100% groen. Dankjewel, vergadering. Mooi. Mooi. Nou, dan zijn we weer bij nummer 19. Ja. Nou, de rondvraag. Niemand, denk ik, naar deze strak geleide vergadering. Ja. Ik zie er één. Nou, ik vind, als je met zo'n duur paard op de straat rijdt, dan moet je toch eens een echte vrachtwagenchauffeur vragen. Want als ik daar achteruit rijd, zie je nog springen met de tranen in de ogen. Dus. En als je dan nog niet weet hoe je in een België een paard in moet voeren, dat is gewoon doorrijden met 120 kilometer. Dus jongens, Koos, nog een keer. Geweldig, geweldig dat je mij aanbiedt. Dankjewel, Koos, dat je ons chauffeur vandaag. Ik heb nog even een opmerking, bestuur. Ik heb er vanavond eens aan gehoord, maar inderdaad, ik kan... Vanmiddag, ja. Ja, liet daar oven. Ik kan Harry Verhoey gelijk geven, want het bestuur, ja, dat houdt niet over.
qua ervaring. En daar hebben ze Jos wel erbij gezet. Maar ik denk dat we in Sint-Tunis heel veel mensen hebben die jarenlange ervaring hebben binnen het bestuur. En die mis ik een beetje in dit bestuur. Noem er een zin in. Noem er een zin in. Ik ga je geen namen noemen, maar ik vind wel net als pap er in het bestuur wil. Je bedoelt zeker hummus dan? Hummus, ja. Dan zitten we met een klein probleem, want Jos Christian had je ook al gevraagd of je hummus. Ik zou je aan Jos willen vragen, heb Leo betaald? Die heeft nog niet betaald. Nee. Zullen we dat even kunnen bewijzen? Ik zou het simpelweg nu op de ledenlijst en aangezien ik geen fout maak. Maar goed, we reageren. Ik doe het niet meer eens, maar ik ben alleen maar de boodschapper. Ja, nee, maar dat zag ik meteen. Nee. Ik ken alleen goeie wel. Nee, Harry, zo'n mooie brief kan ik er niet schrijven. Goed, de volgende. Het baart mijn zorgen. Wat die mensen daar in Boxmeer allemaal over het beer te vertellen hebben. En dat ze bereid zijn om de zaak te gaan saboteren. Oh. Ja, en dat baart mijn zorg. Dat baart mijn zorg. Ik wil hebben dat er gewoon bewaking komt. En in ieder geval een week voordat de matworst de aanvang had, dat er gewoon bewaking bij de peert komt. Een vertrouwen voor geen meter. Goed. Kunnen jullie dat toezeggen en wie hadden jullie in gedachten? Oh, jongens, je moet er vanuit. Ja, ik heb even kort overlegje gehad aan werken. Maar we zullen aan nou denken, Evert, voor s'nachts. Beste bestuur, ik heb ook nog een vraag. Ik begreep dat de commissie Dieren en Welzijn, in de persoon van de dokter Ipma, dat die bepaalde toezegging had gedaan, maar ik heb hem nog nooit gezien hoe het met was. Meestal gaat hij skiën. Wat is daarop uw antwoord, beste bestuur? Hij heeft daar ons ook medegedeeld. Dat was ook een voorwaarde voor ons om in het vormingsveld aanwezig te zijn. Hij heeft altijd vakbroeders daar rondlopen waar hij zijn instructies aan meegeeft. Maar hij had ons nou toegezegd om er zelf zorg voor te dragen. En het schijnt, ik weet niet of je het u verteld hebt, maar dan weet je het nou ook. Ik ga dinsdag. Ja. Ja. En omdat hij nou korte banden hebt met het huidige bestuur, kan hij het ook betalen, die joh. Heb je stoor? Goed. Meneer de voorzitter, in alle nederigheid melden wij ons hier als de afdeling Boxmeer van de stichting het Sint-Tunisse Metworstpeert. Ik ben de voorzitter van de afdeling Boxmeer van de stichting het Sint-Tunisse Metworstpeert. Ik heb bij me mijn lid. Ja, ik ook. Het is hartverwarmend om te zien hoe alle Sint-Tunisse dames nu daarop reageren. Mijn lid Eikes. Nee, geen flauw grapjes, dat is gewoon Eikes. Meneer Anton Eik, we horen hem even serieus. Hij werkt bij de gemeente Boxmeer. Voordat ik hem het woord geef, want hij heeft namens de gemeente Boxmeer wel iets te melden. Wij komen hierin met heel erg veel plezier. En het liefst op de fiets, omdat de afloop wat onzeker is. Omdat wij het gevoel hebben, en dat is oprecht, dat hier in Sint-Tunis hier een stel mensen bij elkaar zijn die beter snappen wat het echte metworstgevoel is dan nogal wat mensen in Boxmeer. Ja, die gaat erin, dus ik denk dat het sfeer goed is om even mijn klein ordevoorstel. Jullie hebben net €1,50 per lid voor de metworstvereniging, maar wij wonen in Boxmeer, dus die komen bij ons al aan de voordeur. Dus we hebben eigenlijk al betaald. Ja, dan brengen we minder in. Maar niet als ja. Ik heb ook één vraag, voorzitter. Hoe zit het met het vrouwenrit? Is dat ook al georganiseerd? Ja, de vrouwen kregen een aparte beurs, denk ik. Nou, we zijn meteen van het vorige probleem af. Ook voor Bobby Gielissen. Hier hebben we iets dat je Oosterreuter bent, Bobby. Geweldig. Ik doe het niet zo. Ja. Zijn genoeg gewicht is geen probleem, Bob.
dank jullie hartelijk. En tot ziens op de rendag 7 november. Verzamelen bij een cafeetje 11 uur. En van daaruit een hele, hele mooie dag toegewenst. Dank allen. Dank je wel. Bovenop het nieuw.